Zeg hé, hey, zeg hoi, zeg kiekeboe tegen deze zebra met de voornaam Zoe. Mijn beste vriend en hoe. Waar zal ik nou weer eens mee gaan spelen? Ik weet het, Pok. Hoe kan ik nou kiezen als er zoveel leuks te doen is? Ik vraag me af wat het is. Dank u wel. Moet je al die brieven zien? Oh ja, Zoe. De postbode is druk geweest. Eén voor pap. Voor pap. Eén voor jou, opa. Dank je. Eén voor oma en nog één voor omi. Niks voor mij. Ik ben bang van niets, Zoe. Oh. Oh. Zo te zien, Zoe, is er toch nog een brief voor je gekomen. Die moet wel voor mij zijn. Hij is van meneer Zegboer. Wie is meneer Zegboer? En waarom krijgt hij een brief en ik niet? Hij woont hier niet eens, of wel? Inderdaad, hij woont hier niet, Zoe. De postbode heeft hem verkeerd bezorgd, denk ik. Ik breng hem wel terug naar het postkantoor. Oh, mag ik mee? Mam, mag het, mag het, mag het, mag het, mag het. Natuurlijk, mag het, Zoe. Ja. Dat we naar het postkantoor gingen. Gaan we ook? Oh, hallo. Wat kan ik voor u doen vandaag? Oh, hallo, meneer Zoe. Deze brief is net bezorgd, maar hij is niet voor ons. Hij is voor iemand die meneer Zegboer heet. En ik heb helemaal geen brieven gekregen. Ah, een postprobleem. Daar moeten jullie de postmeester voor hebben. Eén momentje. Ah. Ah, daar bent u, meneer Zoe. Nee, postmeester Zoe. Oh, sorry. Postmeester Zoe. Heeft u misschien brieven voor mij, postmeester Zoe? Ik ben bang van niet, Zoe. Oh. Maar laat die enveloppe zien. En nu leg ik hem hier, klaar om te posten. Wauw. Zo, de brief valt morgenochtend vroeg bij meneer Zegboer door de brievenbus. Bedankt, meneer Zoe. Postmeester Zoe. Oh, ik bedoel, bedankt, postmeester Zoe. Tot uw dienst. Ik ga mijn eigen postkantoor beginnen. Dat wordt vast hartstikke leuk, al die brieven bezorgen. Wat een geweldig idee, Zoe. Hallo, Zoe. Oh, en wat hebben we hier? Een postkantoor? Ja, opa. Met mijn eigen zoezegels. Hohoho, die zijn mooi. Maar ik heb geen brieven om te bezorgen. Oh, geen probleem, Zoe. We gaan heus wel een paar klanten voor je vinden. Misschien is dat er wel een. Ah, daar is hij. Oh, Miss Borstel. Ik vergeet telkens om hem terug te geven. Geen probleem, mam. Zoe's postkantoor kan hem voor je bezorgen. Oh, dat zou perfect zijn. Eerst moet hij in een envelop. Alsjeblieft. Klaar om bezorgd te worden. Nee, Omi, postbode Zoe. Nou, dank je, postbode Zoe. En omdat je zo'n goede postbode bent,
Kun je dit misschien voor me aan opa geven? Postbode Zoe doet dit graag voor u. Hi pap. Hi oma. Ik hoorde van opa dat jij een eigen postkantoor hebt. Dus wij hebben een paar pakjes voor je. Eén voor mam. En één voor meneer Zoe. Oh, dankjewel. Een pakketje voor postmeester Zoe. Oh, één momentje dan. Ah, dank je, Zoe. Postbode Zoe. Tuurlijk, postbode Zoe. En omdat je zo goed bezig bent, heb ik ook een pakje dat je mag bezorgen. Wauw, dank u. En dit pakje moet bezorgd worden bij Elsie. Zodra ik mijn pakjes langs heb gebracht bij mam en opa, doe ik het. Laat het maar over aan postbode Zoe. Mam, ik heb een pakje voor je van opa. Oh, dank je, Zoe. Weet je, ik ben blij dat je er bent, want ik heb nog veel meer pakjes voor je. Wauw, voor wie zijn ze? De grote is voor pap, de kleine is voor oma en de ronde is voor omi. En ik heb er één voor Elsie en één voor opa. Oeh, dat zijn wel veel pakjes, Sue. Zal ik anders op de pakjes schrijven voor wie ze zijn? Nee, dat onthoud ik wel. Ik ben postbode. Voor mij? Bedankt, Zoe. Huh? Zoe, oh. Dit is niet voor mij. Zoe? Huh? Dit is zeker niet voor mij. En dit is echt niet voor mij. Ik had op moeten schrijven welk pakje voor wie was. Ach, Sue. Dat is voor de volgende keer, hm? Wat jij nodig hebt, is een brievenbus. Een brievenbus? Ja, je kunt geen postbode zijn zonder brievenbus. Ja, dan kan iedereen opschrijven voor wie de pakjes nou echt zijn en ze dan in de brievenbus doen. Ja, en daarna kun je ze allemaal bij de juiste mensen bezorgen. Mooi! We hebben alle pakjes weer ingepakt, Sue. Ben je er helemaal klaar voor? Ja. Omi, de brievenbus is er. Wacht, meneer de postbode. Ik heb er ook één. Dus, heb je al je pakjes? En weet je voor wie ze zijn? Ja, opa. Dan is het tijd om ze te bezorgen. De eerste is voor oma. Oh, dank je, Zoe. Dat is vast het boek waarop ik zat te wachten. Prachtig. Dank je, Zoe. Tot uw dienst, Omi. Alsjeblieft, pap. Dit is voor jou. Dank je, Zoe. Ah, dat komt goed uit.
Nog maar één pakje te gaan. Ik heb een pakje voor Elsie. Dank je, postbode Sue. Ik hoop dat het deze keer wel voor mij is. Zeker, want jouw naam staat erop. Mijn nieuwe pop. Weet je wel zeker dat je klaar bent, Sue? Volgens mij zit er toch nog één klein kaartje in de brievenbus. Echt waar? Wauw! Deze is voor mij. Voor Sue. De beste postbode ooit. Van je hele familie. Bedankt allemaal. Ik ben de gloeiend bij, meneer Laarzenma. Ja, want er is geen boef, schurk of inbreker. Die ontglipt dan. Kap Laarzenma, detective. Kap Laarzenma, detective. Yeah! Kap Laarzenma, wat een held. Als ik groot ben, wil ik ook een detective worden. Oké, Pok. Ik reken je in voor het bezit van veel te veel veren. Ha, je kunt vluchten, maar je ontsnapt niet aan Zoe Zebra. Au! Bizoe, gaat het wel? Ja, mam, prima. Want de simpele tafel kan niet in de weg staan voor Zoe Zebra, detective. Oh, dus je bent een detective vandaag, hè, Zoe? Ja, mevrouw, tot uw dienst. Nou, veel plezier met detective zijn. Zo, nu nog een zaak om op te lossen. Klinkt interessant. Dan moet je even zien. Ligt hij dan misschien daar? Yes. Oh. Hi, Omi. Oh, hallo, Sue. Omi, gaat alles wel goed? Ja, prima. Omi, bent u iets kwijt? Ja, Sue. Mijn kunstgebied is zoek. Mooi! Oh? Ik bedoel, wat vervelend, Naomi. Maar ik kan helpen, want ik wil later detective worden. En dit is echt een zaak voor Sue Zebra, detective. Zeg, Omi, laten we beginnen bij het begin. Waar was u toen u hem verloor? Omi? Heeft u iemand raar zien doen? Nee. Waar zag u uw tanden voor het laatst? Gisteren. Want ik weet nog dat ik ze in had toen ik ging eten bij je oma en je opa. Aha, auw. Dat is heel verdacht. Geen probleem, Omi. Ik los de zaak op. Zo waar mijn naam. Sue Zebra, detective is. Oh. Oh, hoor jij dat ook? Huh? Muizen? Oh, geen muizen. Hallo, Sue. Wat ben je daar aan het doen, Sue? Ik ben een detective. Ik zoek aanwijzingen. Ah, nou, in dat geval heb je een vergrootglas nodig. Alle goede detectives hebben er een. Kom op. Ja, eens even kijken. Mijn vergrootglas moet hier ergens liggen. Hier ligt hij niet. Dat zei je oma en ik op de dag dat we gingen trouwen. Goed gedaan, Sue. Ik zocht die foto al tijden. Ik wou er een lijstje voor maken en hem aan oma geven. En dat kan nu. Maar eerst wil ik dat vergrootglas voor je vinden.
Oké, Ah! Kijk eens aan. Oeps. Sorry, Pok. Alsjeblieft, Sue. Bedankt, opa. Sorry, Pok. Oh, deksels. Waar is die nou? Is er iets, schat? Ik heb een gesprek vandaag met de baas. En ik wil de stropdas om die ze me voor kerstmis heeft gegeven. Maar ik kan hem nergens vinden. Is dit hem? Ah, ja. Oh, wat goed, Sue. Hoe wist je dat hij kwijt was? Ik ben een detective. En bovendien hoorde ik wat je zei. Deze das had beter niet gevonden kunnen worden. Hij is zo lelijk. Oh. En waar ga je nu naar op zoek, Bizu? Omi's kunstgebied. Oh. Ze is hem kwijt. En dit is mijn eerste grote zaak. En Zoe Zebra Detective gaat de zaak oplossen. Zeg eens, mam. Weet jij waar Omi is geweest de afgelopen dagen? Nou, gisteren ben ik met haar naar meneer Zoe geweest voor wat boodschapjes. Bedankt, mam. Maar ik denk niet dat ze haar tanden daar heeft laten liggen, Bizu. Zo, Elsie. Was dat alles? Ja. Bedankt, meneer Zoe. Hoi, meneer Zoe. Hallo, Zoe. Ik ben op zoek naar tanden. Tanden, zei je? Oké. Eens even denken. Waar zijn de tanden? Tanden. Wat dacht je hiervan? Kijk, dit is best een lekker setje bijtertjes. Ja, maar ik ben op zoek naar de tanden van mijn Omi. Oh, nee. Sorry, Elsie. Ik wilde je niet bang maken. Dat deed u niet, meneer Zoe. Mijn portemonnee. Hij is weg. Geen probleem, Elsie. Sue Zebra Detective zal voor je vinden. Waar zag je hem voor het laatst? Onderweg hierheen. Nou, misschien is hij toen uit het mandje gevallen. Hè? Kom op, Pok. We hebben geen tijd om te zitten. We moeten de zaak oplossen. Wacht eens. Is dit hem misschien, Elsie? Je hebt hem gevonden. Wat goed, zeg. Wij detectives zijn ook goed. Maar ik heb wel hulp gekregen van mijn trouwe assistent. We staan voor u klaar, mevrouw. En nu op zoek naar die tanden. Kijk eens, Sue. Ingelijst. Hoe vind je hem? Wauw, supermooi, opa. Wil het lukken met je detectivewerk? Ik heb wel pap en Elsie geholpen. Maar Omi's tanden zie ik nergens. Je gaat ze vast wel vinden. Maar loop anders eerst even met mij mee. Dan geven we dit aan je oma. En op wat voor kattenkwaad zijn die twee schoffies uit? Oh nee, geen kattenkwaad. Alleen dit. Hè? Oh, lieve help! Onze trouwfoto. En nog kijk, je hebt hem ingelijst. En mijn breiwerk? Waar is mijn breiwerk? Laten we eens nagaan wat u net deed. We kwamen binnen. Op wat voor kattenkwaad zijn die twee schroefjes uit? En toen... Oh, kijk nou! Ha! Daar is die! Oh, goed gedaan, Sue! Goed detectivewerk! Ja. En nu gauw weer verder met het mysterie van de vermiste tanden. Oh, Sue. Heb je mijn tanden al gevonden? Helaas niet, Omi. Ik heb opa's foto gevonden
en paps stropdas en Elsie's portemonnee en daarnet zelfs oma's breiwerk. Maar uw tanden kan ik niet vinden. Je hebt je best gedaan en daar gaat het toch om. Pak lekker wat aardbeien en denk maar niet meer aan die malle tanden. Auw! Zo? Ik heb je tanden gevonden. Ze lagen gewoon op een stoel. Oh, dank je wel, Zoe. Mevrouw, dat is Zoe Zebra, detective. Oh, dat was een goede film, hè, Zoe? Ja, opa. Sepp de Vliegende Zebra is mijn lievelingssuperheld. Ik wou dat ik ook zo was. Oh, en dan was ik Streep, zijn trouwe hulpje. Samen kunnen we boeven vangen. Jouw briefetende dagen zijn geteld, briefjebus. Laat deze stad met rust, boze lantaarnpaal. Laat mijn vriend gaan, of anders. Parkbankje, je bent gelukkig gered. Jij gaat mooi nergens heen, Parkbankje. Oh, en ik ook niet, tot ik even gezeten heb. Mevrouw, uw portemonnee. Oh, dank je. Je bent mijn kleine held. Ze noemde me een held, Bok. Misschien ben ik echt wel een held. Net zoals Zip, de vliegende zebra. Zip is zo snel dat hij binnen 1 seconde bij die boom daar kan zijn. Komt-ie, Bok? Ik moet nog veel oefenen om supersnel te zijn. Ik probeer eerst wel te springen. Sepp kan in 1 keer over de boom springen. Wat ben je nou doen, Zoe? Ik ben aan het trainen om een superheld te worden. Maar ik weet nog niet wat mijn superkrachten zijn. Maar moet je geen superouders hebben voor superkrachten? Je bent niet zomaar super. Dat is waar. Maar Streep heeft verder ook geen superkrachten. Hij heeft gewoon een gereedschapsriem. Met spullen die hem speciaal maken. Dat moet ik ook hebben. Dit is een goede gereedschapsriem. Nu nog spullen eraan. Potloodkracht. Stoomkracht. Aha, magneetkracht. Dat is vast nuttig. Hallo, opa. Oh, kijk nou toch, Zoe. Iedereen ziet ogenblikkelijk dat jij een superheld bent in dat kostuum. Maar ik heb nog meer spullen nodig voor aan mijn gereedschapsriem. Kijk maar even rond. Maar niks aanraken dat gevaarlijk kan zijn. Ik weet het niet. Precies wat ik zoek. Hiermee kan ik ook in het donker zien. Ik zoek nog 1 ding. Wat doe je, pap? Er is iets te veel van oma's taartdeeg in de gootsteen beland. En nu zit hij verstopt. Ach, kijk eens aan. Gelukt. Mag ik dit lenen, pap? Waarvoor? Ik verstop.
verzamel spullen voor mijn gereedschapsschien. Hij kan van pas komen. Oké, even schoonwrijven en... alsjeblieft. Ik ben er klaar voor, Pok. Klaar voor Superzoo! Waar is hij nou? Heeft u een probleem, oma? Oh, Zoe. Jij kunt beter zien dan ik. Ik heb mijn broche laten vallen. Nu ligt hij ergens achter in dit kastje. Wil jij even voor me kijken? Super Zoe, kom te redden. Alsjeblieft, oma. Oh, dank je. Een zaklamp. Dat ik daar zelf niet aan gedacht heb. Maar ben ik nu geen held dan? Moet ik je redden, Elsie? Huh? Oh nee. Geen paniek. Super Zoe komt je wel redden. Alsjeblieft. Bedankt, Zoe. Kom je met de bal spelen? Nee, nu niet. Ik moet nog meer heldendaden verrichten. Echt waar? Misschien morgen dan. Ik dacht toch echt dat Elsie mijn held zou noemen. Wat is er? Kan Super Zoe helpen? Pap heeft de autosleutels laten vallen. Ik denk dat ze tussen een kier doorgerold zijn. Ergens. Ik weet zeker dat het hier was. Wacht maar. Daar zijn ze niet. Ze zijn hier. Oh, dank je, Zoe. Nu kom ik op tijd op mijn werk. Dat was heel erg slim, Zoe. Maar was ik dan geen held? Wat heb je allemaal gedaan, Zoe? Mensen in nood geholpen? Boeven opgepakt? Ik doe mijn best om Super Zoe te zijn, opa. Maar het werkt maar niet. Ik heb oma's broche gevonden. En ik heb Elsie's bal gered. En ik heb papa's sleutels gevonden. Maar niemand heeft me een held genoemd. Tja, je bent erg behulpzaam geweest, Zoe. Het klinkt niet of je een heldendaad hebt verricht. Heldendaden draaien om dapperheid en om verstandig zijn. Ik wilde echt graag een held zijn, Pok. Maar nu denk ik niet dat ik er één word. Het is niet zoals in de stripverhalen. Help! Wat was dat, Pok? Oh, help! Help! Pok, ik ben bang. Help! Er is geen licht. Wat zou Sepp de vliegende zebra doen? Help! Volgens mij heeft iemand hulp nodig. Hallo? Wie is daar? Omi! Oh, Zoe. Oh, gelukkig. Ik heb al een paar keer geroepen. Wat is er? Ik wilde zo graag naar beneden voor een glaasje water. Maar de stroom viel uit. Ik zit vast. Alsjeblieft, red me. Geen probleem, Omi. Ik weet al iets. Pap, pap. Wat? De stroom is uitgevallen. En Omi zit vast in de troplift. Stroomuitval? Ja, kom mee. Er is vast een stop doorgeslagen. Auw! Pas op, pap. Ik ga wel voor. Volg mij.
Ah. Oh, Super Zoe. Jij bent mijn superheld. Dat was heel dapper om in het donker uit bed te komen, Zoe. En je was verstandig en haalde mij. Dat was een echte heldendaad. En ben je van plan om door te gaan als Super Zoe? Nee, ik weet nu dat je niet super hoeft te zijn om een held te zijn. Trusten, Zoe. Wel trusten, Bab. Dat was verrukkelijk, oma. Yummy, vooral de fruitsalade. Opa en ik doen de afwas wel. Dankjewel, oma. Ben je uitgegeten, Bizoe? Het is bedtijd. Oké. Wie het eerst bij de kraan is, Pok. Hey, Pok, je speelt vals. Je bent eerder begonnen. Oké. Jij wint. Hou maar op met grijnzen. Ik wil je iets laten zien. Iets heel belangrijks. Let goed op, hoor. Kijk, ik bespaar water. Vandaag heeft de juf over water verteld dat het belangrijk is en dat we er zo zuinig mogelijk mee moeten zijn. We mogen geen water verspillen. Bizoe? Ja, mam? Heb je je tanden al gepoetst? Mm-hmm. Dan gaan we oma en opa wel te rusten wensen. Oké, mam. Trusten, oma. Trusten, opa. Oh, wat is er, Zoe? U verspilt water. Weet u dan niet hoe kostbaar dat is? Hm? Oeps. Ja, natuurlijk weet hij dat. Ik was het gewoon... Ik was het helemaal vergeten. Maar dat zullen we nu nooit meer doen. Kom je, Bizoe? Goed, mam. Denken jullie er echt aan om zuinig te zijn met water? Beloofd. Volgens mij vergeet jij nu iets. Oh. Trusten, opa. Trusten, zo. Trusten, oma. Oh, hoe. Wel trusten. Zo. Wel trusten, Bizoe. Wel trusten, mam. Ga maar lekker slapen. Trusten, Pok. Hoorde je dat, Pok? Zo te horen is nog iemand vergeten dat water heel belangrijk is. Wat kunnen we daaraan doen, Pok? Ik weet iets. Ik zoek een emmer. Een emmerdag? Ja, want dan onthoudt iedereen dat water heel erg belangrijk is. En dat we er heel zuinig mee moeten zijn. De kraan openzetten is zo gewoon. Dat klopt. Zoe heeft gelijk. We moeten beter op leren passen. Maar hoe gaat jouw emmerdag daarbij helpen? Simpel. Ik sta met de emmer in de gang. En jullie roepen, emmer! Als jullie water nodig hebben. En dan geef ik jullie precies hoeveel jullie nodig hebben. Geen druppel meer. Ja, roep gewoon. Emmer. Zo simpel en zo slim. Wat een geweldig idee, Bizoe. Wanneer gaat het beginnen? Nu. Wilt u mijn emmer voor me vullen, oma? Natuurlijk. Alsjeblieft. Dank u. Klaar voor emmerdag?
Klaar! Pas op, je... We willen ons kleine zebraatje toch niet ontmoedigen, of wel soms? Natuurlijk niet. Heeft dan helemaal niemand water nodig vandaag? Emmer! Kijk, heel zuinig. Perfect. Emmer. Oeh, moet rennen. Oh, niet voordat ik je goed bedankt heb, hoor. Dankjewel. Oh. Ah, daar ben je. Ik wil hier graag wat water in, Sue. Emmer! Maar, Sue, ik... Is de kust veilig? Ja. Zo te zien hebben jij en je emmer het druk gehad vanochtend. Jouw emmerdag is echt een groot succes. Goed gedaan. Vandaag hoeft niemand in ons huis water te verspillen. Ik ga mijn emmer vullen in de keuken. Ben zo terug. Oeh, kijk uit! Waar komt al het water vandaan? Huh? Nou ja, Sue. Je hebt een beetje water gemorst daarnet. Hier en daar dus. Wij dweilen het op en... Dus ik heb zelf water verspild. Mijn emmerdag was zonde van de tijd. Nee. Het was helemaal niet zonde van de tijd. Het is geweldig. Briljant. Je had een gaaf idee en hebt hard gerend met je emmer. We zijn heel erg trots op je. Zo, heb je nog hulp nodig met je emmer? Oh. Niet meer. Emmerdag is voorbij. Het is mislukt. Hmm.
Dat denk ik niet. Mag ik? Perfect. Precies genoeg om mijn tomaten water mee te kunnen geven. Zie je nou wel? Je hebt dus helemaal geen water verspild, Sue. Wow! En wij zijn er nu een stuk zuiniger mee. Waar of niet? Dankzij Sue en zijn emmer. Maar al dat afval en zo zal niet lekker ruiken. Welk afval? Oh, had ik dat niet gezegd? Ik wil vuilnisman worden als ik later groot ben. Ik dacht dat je redder wilde worden. Dat was gisteren. Maar opa heeft nu hulp nodig bij het opruimen van zijn scheurtje. Dus dan kan ik goed oefenen voor als ik vuilnisman wil worden. Dag Elsie. Dag Sue. Ik ben blij dat je er bent. Er zijn veel spullen die weggegooid moeten worden. Oh, maar dat moeten we wel bewaren. Kijk, een zeer zeldzaam springend vechtblik. Dat zie je niet vaak tegenwoordig. Dit is geen springend vechtblik. Het is Pok. Je had me echt goed te pakken, Pok. Nou, kom op, Sue. Er is werk aan de winkel. Opa, ik denk niet dat u dit nog nodig heeft. Een verfkwast zonder haren. Maar misschien komt u nog van pas. Als ik ooit onzichtbare verf vind. Gekke opa. Wat bedoel je? Oh, dat is mijn oude walkie-talkie. De andere moet hier ook nog ergens liggen. Ah, kijk eens aan. Wat is een walkie-talkie? Blijf maar even hier staan. Dat is een soort mobiele telefoon. Wauw, super. Hoe werkt het? Je drukt op de grote rode knop aan de zijkant. Wat zo? Precies. En als je met iemand aan de andere kant praat, zeg je dingen als Roger. Dat betekent begrepen. En over. Dat betekent dat je klaar bent met praten. Mag ik er eens mee spelen, opa? Natuurlijk. Ik bedoel Roger. Maar eerst nog even het schuurtje opruimen. Hm? Aan de slag dan. Zo, ik breng dit kleine hoopje naar de stortplaats. Dan ga ik met de walkie-talkie spelen. Maar met wie moet ik spelen? Elsie! Elsie! Ja, Sue? Kom je met mijn walkie-talkie spelen? Hij is super, kijk! Ik zou het leuk vinden, Sue. Maar ik moet weg met mam en pap. We vertrekken bijna. Ga je mee? Ik kom, mam. Sorry, Sue. Andere keer misschien. Oh, goed. Oké. Sue voor Sue. Hoort u mij? Over. Roger, ik hoor u luid en duidelijk. Over. Het is niet zo leuk tegen jezelf praten. Je weet telkens al wat je gaat zeggen. Huh? Pok, wil jij meedoen? Cool.
Soeverpok, Soeverpok, hoort u mij? Over. De rode knop, Pok. Druk op de rode knop. Dit is niet echt iets voor jou, geloof ik, Pok. Zoe, kun je even hier komen? Ik kom. Ik ga even naar de winkel met Omi. Ik ben zo terug. Oh, wilt u dat ik voor u ga? Oh, dat is heel erg lief van je, Zoe. Dat spaart mijn benen. Ik heb een lijstje ergens. Ik heb nog iemand nodig als ik je wil gebruiken. En boter, dat was het. Denkt u dat Zack zin heeft om te spelen? Zack had heel graag met je willen spelen, maar is bij zijn oma vandaag. Nou ja, geef niet. Zoe, ben je niet iets vergeten? Huh? Oh, Omi's spullen. Hallo, hier zijn uw boodschappen, Omi. Oh, dank je, Zoe. Ik zie het, ja. Oh, maar die heb ik niet besteld, hoor. Wat zijn dat? Dat zijn mijn walkie-talkies. Tot ziens weer, Omi. Dag, Zoe. Zoe? Ik kom, Omi. Mijn hoed ligt nog in de keuken. Wees eens een engeltje en pak hem even voor me. Oké, Omi. Ik ga al. Dank je, Zoe. Zo lief dat je de trap op en af rent. Ik wilde nog wat aan je vragen. Wat zijn die walkie-talkies? Dat zijn een soort van telefoons. Kijk, Omi, ik druk op de rode knop hier en dan praat ik erin. En dan kunt u mij horen aan de andere kant. Oh, ik hoor het inderdaad. Het probleem is dat er niemand is om mee te spelen. Of wacht, Omi, ik heb ineens een gaaf idee. Waarom neemt u geen walkie-talkie? Ik? Maar ik weet het niet. Ze zijn erg modern. Maar ze zijn echt niet moeilijk. En dan kunt u, als u iets nodig heeft, mij gewoon bellen. Ja, nou... Super, Omi! Oh. Rustig maar. Hij zal niet bijten, Omi. Druk op de rode knop. En zeg iets in dat ding daar. Wat moet ik zeggen? Wat u maar wilt. Maar Omi voor Zoe is een leuk begin. Omi voor Zoe. Goed zo, Omi. Zoe voor Omi. Ik ontvang u. Over. Over wat? Over is wat je zegt als je klaar bent met praten. Oh, ja, dit is wel erg verwarrend. Helemaal niet, Omi. U heeft het zo onder de knie. Zolang u maar op de rode knop drukt. Over. Oma, die koekjes ruiken yummy. Proef er maar snel eentje dan. Doe maar. En misschien lust Omi ook wel zo'n koekje. Ik weet dat ze er dol op is. Nou, ren dan maar even naar boven en vraag het. Ik hoef niet meer naar boven. Zoe voor Omi, zoe voor Omi. Heeft u trek in een van oma's chocolkoekjes? Over. Oh, ja, graag, Zoe. Oh, ik bedoel... Ja, graag. Over. Oh, Zoe. Wat slim van je. Ik vond dit toen ik mijn schuurtje opruimde. Wil iemand hem hebben? Misschien wil Omi hem wel. Ik vraag het even. Zoe voor Omi. Opa heeft een vaas. Wilt u hem hebben? Over. Nou, graag.
Zitten er bloemen in? Over? Zo dadelijk wel. Dus je walkie-talkie is goed van pas gekomen, hè, Zoe? Hij is kikken, opa. Bloemen, vaas en koekjes. Kom eraan, Omi. Over. Ze vindt de bloemen vast mooi, nietwaar, Pok? Oh, wauw. Rustig, Pok. Je had bijna Omi's bloemen omvergeniest. Oh, dank je, Zoe. Wat een prachtige bloemen. En wat een verrukkelijk koekje. En hier komt de pakkert. Dank u, meneer Zoe. Hoi, Zoe. Boodschappen gedaan? Ja. Hey, Pok. Ik hoop niet dat je stiekempjes gesnoept hebt van de boodschappen. Ik heb het nodig voor mijn taart. Ga je echt een taart bakken? Ja, yep. Voor mam. En oma gaat me helpen. Het is moederdag. Oh nee, vergeten. En ik ga een kaart voor haar maken. Jij kunt er ook een maken, voor jouw moeder. Oh, dank je, Zoe. Zoe? Ik kom, oma. Mama is bij tante Zelda. Ze blijft toch wel even weg, maar we moeten wel beginnen. Kom op. Huh? Oeps, sorry, opa. Gaat het wel? Ja, hoor. Ik ben net bij je Omi geweest. Ik kreeg een van haar pakkerts. Omi's pakkerts kunnen nogal nat zijn. Zo, dat is wel genoeg suiker. Nu meng je de suiker met de boter. En dan doe je ze beetje bij beetje bij het suiker- en botermengsel. Rustig, Zoe. Als je ze er te snel bij doet, krijg je klontjes in je beslag. En nu, oma? Nu pakken we bloem en een zeef. Hou de zeef boven de schaal en schud de bloem er voorzichtig doorheen. Ik roer wel. Zo, dat ziet er perfect uit. Huh? Het ziet er niet echt uit als een taart. Dat komt nog. Nu gaan we het beslag in twee bakvormen doen. Goed zo. Elke vorm krijgt evenveel. Hoe gaat het met de taart? Hij is erg klef op dit moment. Zo, ze zijn klaar over zo'n half uurtje. En terwijl we wachten, maak ik een kaart voor mam. Die van mij is bijna klaar. Kijk. Oh nee, hoe kan dat? Huh? Oh, Pok. Maar er is nog tijd om een nieuwe te maken. En dit keer, Pok, mag je niets helpen. Ja, die zijn wel klaar, denk ik. Ben je al klaar met je kaart, Zoe?
Jep, oma. Hoe vindt u hem? Och, hij is schitterend, Zoe. Daar zou mama vast heel blij mee zijn. Die van mij is ook klaar. Oh, wat kunnen jullie goed tekenen. Ik ga gauw weer naar huis. Ik wil mijn man de kaart geven. Bedankt voor alle hulp. Tot vanmiddag, Elsie. Dag, bewaar mijn taart voor mij. Oké, Zoe. Nu gaan we de taart glaceren en hem versieren. Ja! Zo. Dat is een prachtige taart, Zoe. Bedankt voor uw hulp, oma. Nu kunnen we... Mama is thuis. Mam. Oh. Hoi, pap. Hallo, Zoe. Ben je niet blij om mij te zien? Natuurlijk wel. Maar ik dacht dat je mama was. Het is moederdag. En ik wilde roepen, fijne moederdag. Nou, dat is wel ontzettend lief van jou. En ondertussen ga ik even wat eten. Kap Laarsema, detective. Nou, dat was werkelijk verrukkelijk. Wil je ook een stukje taart, Zoe? Oh ja, graag, pap. Ja, er is geen boef, schurk of inbreker. Ik ben er gloeiend bij, meneer Laarzema. Lekkere taart, hè? Yummy. Oh, nee. Nou, ik vind hem zalig. Is er iets aan de hand, Zoe? Die taart was voor mam. Oh, wat spijt me dat toch, Zoe. Ik had geen idee. Het is niet jouw schuld, pap. Ik moet een nieuwe maken, voordat ze thuis is. Zoe, weet je echt hoe dat moet? Oma hielp me met de vorige, dus ik weet nu hoe het moet. En ik wil het helemaal zelf doen. Eieren. Boter. Nu hebben we de bloem nodig. Suiker. Dat is wel genoeg suiker. Pok. Sorry, Pok. Voor je bakken, voor moederdag. Maar ik had een beetje een ongelukje. Hé, wat gebeurt hier allemaal? Oh. Bisou, wat een bende. Volgens mij had iemand je even moeten helpen, Bisou. Nou, kom op. We gaan eerst even opruimen. En dan zal ik je wel met die taart helpen. Dank je, mam. Ziezo. Kijk, dat noem ik nog eens een taart. Fijne moederdag. Oh, dankjewel, Zoe. Dit is echt prachtig. Wil je een stukje taart, mam? Nou, er wonen nog meer moeders in dit huis. Misschien willen zij ook wel een stuk taart. Welke moeders dan? Fijne moederdag.
Fijne moederdag. Fijne moederdag. Fijne moederdag. Hoera! Wat een prachtige taart. Sue heeft hem gemaakt. In dat geval, kom eens hier, Sue lief. Huh?